De komende jaren steken we onze handen uit de mouwen in de struikbuurt. We gaan renoveren, samenvoegen en er komt nieuwbouw terug voor de woningen die we slopen. Kortom, er gaat veel veranderen. En dat geldt voor alle inwoners. Want iedereen gaat de komende jaren minimaal 1 keer verhuizen. Omdat het bij de vernieuwing van de struikbuurt om veel woningen en bewoners gaat, knippen we het plan op in 2 bouwfases. We beginnen in 2014 met de uitwerking van de renovatieplannen voor hofje 3 en 4. En de nieuwbouw ter hoogte van deze hofjes. Dit noemen we bouwfase 1. Pas wanneer bouwfase 1 is afgerond en we dus klaar zijn met de renovatie en nieuwbouw, start de bouwfase 2 van het plan. Wat gaan we doen? We gaan woningen slopen en er komen nieuwe voor terug. Appartementen met 2 kamers, met 3 kamers, dat zijn de sociale huurwoningen, waar 60-plussers uit de struikbuurt voorrang hebben. En er komen eensgezinswoningen voor de vrije sector. Ook gaan we renoveren. Van alle woningen gaan we de bestaande voorzieningen verbeteren. Een deel van deze woningen blijven qua indeling globaal zoals ze zijn. Bij anderen gaan we de benedenwoning samenvoegen met de bovenwoning, zodat er 1 gezinswoningen ontstaan. Dit alles levert een mix op van sociale huurwoningen, huur in de vrije sector en koopwoningen. De bungalowwoningen worden in overleg met de zittende bewoners aangepakt. Wat betekent dat voor iedereen in de buurt? Als eerste komt dan de keuze: ga ik verhuizen of wil ik in deze buurt blijven wonen? Huurders die definitief willen verhuizen, krijgen een stadsvernieuwingsurgentie toegewezen om met voorrang op zoek te gaan naar nieuwe, passende woonruimte. Dat kan nu al voor bewoners die in bouwfase 1 aan de beurt zijn en de bewoners van de wisselwoningen. Zodra bouwfase 2 start, krijgen ook de andere bewoners voorrang. Voor de mensen die in de buurt willen blijven wonen, hebben we wisselwoningen als hun huis aan de beurt is. Als voorbereiding daarop gaan we in de komende periode op huisbezoek. We bespreken wat er precies gaat gebeuren en we kijken wat de woonwensen voor de toekomst zijn. Om onze huurders goed te kunnen helpen, hebben we van hen een inkomensverklaring van 2013, IBRIE, F of D nodig. Deze is gratis op te vragen bij de Belastingdienst. Wij hebben er zin in. We gaan op weg naar een struikbuurt waar het prettig wonen is.